welkom bij deze video. Ik heb voor jullie vandaag weer een iets specialere video. Ik ga twee verschillende gezichtsmaskers uitproberen, maar gezichtsmaskers gemaakt met eten. En ja, je zult wel zien welk effect dat geeft en of dat ik er content van ben. Let's go! Mijn eerste masker is een masker met banaan en honing. Blijkbaar zorgt dat voor een frisse en stralende huid en voedt het ook wel. Dus we gaan dat gewoon een keer proberen. Dus dit is mijn dredske. En ik het ruikt wel goed. Ik heb het net ook al een keer geproefd en het smaakt eigenlijk ook niet slecht. Dus we gaan dat een keer proberen. Hè. Oh, dat is koud. De honing is blijkbaar vochtinbrengend en dan de banaan zorgt voor een stralende huid. Ik weet niet of ik dat allemaal moet geloven, maar we kunnen maar proberen. Dus ik ga dat nu een beetje laten inwerken voor enkele minuten en dan ga ik het afnemen. Ah, dat jukt. En dan zal ik jullie zeggen wat ik ervan vind. Masker zou moeten zorgen voor een zacht en stralende huid. Wel vooral voor in de wintermaanden, maar ik dacht ik ga het wel een keer proberen. Nu ga ik het afnemen met een lauw compres. Oeh, het begon echt wel te plakken ook. Dat was een uitdaging. En nu? Mijn huid voelt wel zacht. Ik kan niet een super duidelijk verschil merken. Het voelt wel zacht en het ziet er savant uit. Ik had ook niet verwacht dat er een heel groot effect ging zijn, maar... Ik ga het op dit moment toch een duimpje omhoog geven, want uiteindelijk is het totaal niet slecht en mijn gezicht voelt echt wel zacht. Oké, het tweede masker is een masker om je huid te verstrakken en je poriën te verfijnen. En precies de kerstman waarbij dat het haar van zijn baard niet meer weet waar dat hij naartoe moet gooien. Hai. Dan moet ik er 10 minuten oplaten. Het is nu 2:30. Oh, blijkbaar is dat zo'n beetje nagedaan van een bubbelmask. Ik heb dat zelf nooit geprobeerd, dus we zullen wel zien. Maar ik hoor het zo wel een beetje knetteren. Het is lijk aan speld. Oh! Ik had gedacht dat dat zo keihard ging trekken. In plaats daarvan is dat gewoon een drup. Echt gewoon een drup. Help!
En bij de voorbeeldvideo is dat eiwit echt wel opgedroogd en bij mij is het nog altijd slaknat. Oké, ik pijs dat tijd is om eraf te halen. Ik ben te kotbeu. Oh, hoe gaan we dat doen? Oké. Je voelt je huid echt wat meer trekken. Ik heb ook wel het gevoel dat het effect heeft gehad op mijn poriën hier. Ik wist wel dat dat de eerste en de laatste keer is dat ik dat masker probeer, want dat is echt niet aangenaam. Voor masker nummer 2 geef ik voor het effect een semi-duimpje omhoog. Dus niet helemaal naar boven. Maar ik ga het nooit meer opnieuw proberen en ik raad het niet echt aan om thuis te doen. Bedankt om te kijken. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Als dat zo is, geef het dan zeker een thumbs up. Abonneren mag ook altijd. En tot de volgende keer!